We zijn afdeling Het Anker van het AZ Sint Maarten te Mechelen. Wij zijn één van de laureaten van het referentiekader Dementie. Wij zijn een acute opnameafdeling in een groot ziekenhuis met patiënten met dementie. De meeste hebben ernstige tot gevorderde dementie. Wij willen echt een expertiseafdeling worden. Wij willen ons nog verbeteren in wat we doen. Om beweging en activiteit te stimuleren, hebben we een fitometer gemaakt met oefeningen met en zonder rollator. Wij hebben heel wat tijd geïnvesteerd in het uitzoeken van zinvolle dagbesteding. Zo organiseren we elke dinsdagnamiddag een filmnamiddag met films die aansluiten bij de interesses van onze patiënten. We hebben ook contact opgenomen met de zorgenbib, zodat we aan de patiënten boeken kunnen uitlenen die aansluiten bij hun interesses, individueel, in groep, afhankelijk van de vraag. Daarnaast zijn we ook gestart met het verzamelen van materiaal voor reminiscentiekoffers. En daar zijn we nu eigenlijk nog altijd mee bezig. Wij proberen afgestemde en echt persoonsgerichte zorg te realiseren door het ontwikkelen van een moodboard. Dat is een A3-formulier met heel veel kleuren, waarbij je onmiddellijk ziet wie de mens echt is. Het geeft veel meer hulp bij genuanceerde aanpak van onrustig of moeilijker gedrag. En het geeft ook heel veel vertrouwen en respect naar de patiënt, naar de familie en voor het team. Ik vind het heel belangrijk dat ze in het ziekenhuis wisten dat Leon een hele positieve persoon was. Dus ik heb die info ingevuld, want mijn man zelf kon dat niet meer. Leo is en blijft een mens, ook al heeft hij Alzheimer. Maar dan weten de personen wie dat Leo is en wat dat Leo graag deed. Ik ben trots op mijn team. We hebben een expertiseafdeling dementie ontwikkeld en om dat te doen hebben we eigenlijk onze visie opgeschreven en nu onze missie is om er helemaal naar te gaan, om dat helemaal te doen en dan komt je los van je automatisme en ik vind dat een mooie. Ik heb 3 tips voor jullie. De eerste tip is dat je moet kritisch stilstaan bij je eigen gewoontes. Zorgverleners doen heel veel dingen altijd en we zouden veel meer kunnen kijken naar hoe we dat juist doen en hoe we dat anders kunnen doen en dan groeit er veel meer dan je dacht dat mogelijk was. Als tweede tip vind ik een moodboard een echte aanrader. Het vraagt een kleine moeite met heel veel return. Het helpt een genuanceerde communicatie onderhouden. Tip 3. Betrek alle teamleden vanaf het begin bij het project. Zo voorkom je spanningen en dat werkt makkelijker.